Jacob, ik zie daar de Pache Sirius met dat FRT-systeem. Ja, Sirius is gebaseerd op de GG Extra Grand Gibert, een van de meest bekende zadels nog steeds van Pache. Wat hier anders aan is, is dat hier een speciaal kopijzer in zit, waarvan de uitlopers van de takken naar buiten zijn gezet, zodat hij meer schoudervrijheid heeft. Nou, dit zadel is toen samen ontwikkeld met van Christina Spreeën. Ja, Duits team. Duits team, die had zo'n bommetje breed Desperado. Desperado, ja, is een knap beest. Breed geschouderd, heel veel voorbenenactie. Daarvoor is dit zadel ontwikkeld. Dus heb jij een breed geschouderd paard met spectaculaire beenactie en je wilt dicht bij je paard zitten, close contact, want dat doet dit zadel. Veel schoudervrijheid ja. ook. Ja, nou, de smalle taille, dat hebben alle Pachés. Dicht bij het paard, dit pakketje is heel dun. Niet te veel wrong, zodat je jezelf vastzet. Ook deze boom die is verend, dus die beweegt mee met de bewegingen van de rug van je paard. Mooi breed kussenkanaal, wolgevuld, zodat jij er nog iets aan kan doen en kan aanpassen. Mooi hier weggesneden, zodat die schoft extra ruimte heeft. Ja, mooi zadel. Ja, ja, en zeker ook als laatste wil ik toevoegen dat. Inderdaad, dat je niet altijd te veel knievel wil hebben bij hele brede schouders. Want die paarden hebben van nature eigenlijk al een soort half knievel op zichzelf zitten. Dus als je dan nog meer knievel hebt, dan zit je veel te ver met je knieën bij het paard vandaan. Dus dat is juist zo mooi als je ook wel eens daarin kan variëren, een knievel. Eventueel kunnen we daar ook nog iets aan doen.